Calvin is dus een panda. What the fuck? Wow, je kan ook gewoon zien dat ik al paprika heb gegeten. Mijn tong is oranje. Dat komt als ze veel paprika eten. Mensen, wat vind ik het weer onwijs leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ga even wat licht aanzetten, want het is een beetje donker in mijn kamer. Kijk, ik heb hippe witte schoenen aan en zwart skinny jeans. Helemaal hip en Amsterdams. Wow! Zo, nu even dit aan. Allemaal gezellige dingen in de woonkamer. Kijk dan, dit is eigenlijk veel te fel. Lieve mensen van het dagelijkse leven, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Calvin en niet Calvin, want mensen denken dat is niet waar. Ik ben Calvin. Calvin is mijn alter ego. Dat is de hippe, alternatieve, hyperactieve Calvin. In het echt ben ik zo. Oké, zou je dat nog eens een keer willen herhalen? In ieder geval, welkom op een nieuwe video op mijn kanaal. Ik eet paprika's en dat is natuurlijk nogal spannend. Ik vind het een spannend iets. Moet je kijken hoe spannend. Ik zat lekker te surfen op het internet en toen kwam ik er iets tegen, namelijk dat ik, Calvin Boerma, de enige echte Calvin, lid is van de Illuminati. Mag ik even een liftmuziekje? Dan ben ik even aan het kouwen. Blijkbaar ben ik dus lid van de Illuminati. Blijkbaar is dat zo, want ja, mensen zeggen dat. Ik kwam een video tegen. Jazeker, een video die heette Calvin Exposed. Als lid van de Illuminati. Hier, dit ben ik. Oh, dit Calvin, alles goed? Ik heb een big smile. In de beschrijving staat het volgende. Volg me Insta om updates te zien. Golf met Haram, golf met vriend. WhatsApp naar groot chess en groot aantal positieve comments op Doe Maar Gamen Exposed als leider. En de Illuminati over Ernst Knol, Ties en besloten serie te gaan maken. Oké, dus je vond zeg maar al die andere YouTubers gewoon belangrijker dan ik, omdat ik nu pas aan de beurt ben. Oké, nou is goed, duidelijk. Ik bedoel, klaar helemaal waarom ik in de Illuminati ben. Deze week is Calvin. Calvin, aan de beurt. Sorry Calvin Boerma, maar de wereld moet weten dat jij bij de Illuminati hoort. Nee! Ik wou dit altijd al zeg maar geheim voor jullie houden, maar blijkbaar is het nu dus naar buiten gebracht. Dus voordat ik deze video ga kijken, ga ik alsnog heel even op Splash Into Summer on I'm For You klikken. Ik heb er wel zin in. Kies je gratis avatar. Wie zou kiezen? Ik ga voor de mooiste chick die er is. Namelijk, denk, wie is het lekkerst? Wie is het lekkerst? Zij is wel lekker. Jij bent wel lekker. Wat is hot? Oh, je kan ook cosplay. De duistere kant. Fur, what the fuck? Oh, hier zijn chicks. Zij is wel mooi. Oké, zij is mooi. Kies avatar naam. Johnny. Room service. Wow, deze guy is messed up. Deze dude is fucked up. Oké, sorry voor de afleiding. Ik ben dus blijkbaar lid van de Illuminati. Ik ga even kijken waarom. Calvin. Het kanaal van Calvin heette vroeger Tekelvlog. Tekelvlog. Dat is inderdaad mijn kanaal. Maar waarom heeft hij deze naam veranderd? Nou, dat kwam omdat ik de Calvlog een beetje zat was. Want ik vlog zeg maar niet. Oké? Ik ben geen vlogger. Ik ben een content creator met oog voor humor. Eigenlijk kon mijn grapjes gewoon alleen maar door het edit roll. Maar dit was helemaal niet grappig geweest als je nu niet kon inzoomen op mijn oor en mijn vinger. Nu is het wel grappig. Normaal gesproken was het niet grappig. Ga je er ook echt een flink klont uithalen? Dat is niet normaal. Grapje! Heeft het te maken met de Illuminati? Illuminati? Sorry. Ik denk van wel. Oh, jij denk je... Wow, ook nog even advertenties. Oké. Je hebt zojuist geld verdiend aan mij. Oké? Alsjeblieft. We gaan ervoor. Tekelvlog heeft 10 letters. Calvin heeft 7 letters. 10 min 7 is 3. Nou, 3. 3 jaar geleden was het 2013. Deze vrouw is ooit 13 geweest. Deze vrouw plukt paprika's. Ik vind het wel fucking grappig. Ik vind het best wel grappig tot nu toe. Heb je goed gedaan, Illuminati man. Ik vind het zeer grappig. Calvin houdt van paprika's. Paprika komt uit Mexico. Er wonen 119 miljoen mensen in Mexico. 1 plus 1 plus 9 is 11. Wat? 1 plus 1 plus 9 is 11. Oké. Tot nu toe vind ik het vrij accuraat. Ik denk dat ik erbij ben. Ik denk dat mijn... Ja, ik zal nooit meer normaal over straat kunnen nu. De naam van Calvin is Calvin. Calvin heeft 6 letters. 11 min 6 is 5. Calvin heeft 5 jaar met zijn vriendin. Zijn vriendin heet Nina. Nina heeft 4 letters. 5 min 4 is 1. Calvin heeft meer dan 1 stoel in zijn huis. Stoelen hebben over het algemeen 4 poten. Panda's hebben over het algemeen ook 4 poten. Calvin is dus een panda. Fuck is dit? What the fuck? Wow, ik vind het op zich wel grappig tot nu toe. Goed gedaan. Ik vind het echt jammer dat deze video bijna is afgelopen. Ik wil het langer hebben. Ik wil langer dit zien. We zijn nu ongeveer op het punt aangekomen waarop ik moet toegeven dat ik in het echt toch echt een panda ben. Dus bij deze. Ik ben panda. Houden van bamboe. Op deze foto zie je meer dan 4 bamboeplanten. Nina heeft nog steeds 4 letters. 4 gedeeld door 4 is 1. Illuminati heeft 1 oog. Calvin heeft zijn kanaal gemaakt op 4-3-2010. 4-3 plus 2 min 0 keer 1 plus 0 is...
Het is best wel, zeg maar, hoogstaande wiskunde in deze video. Echt waar. Hier moet je slim voor zijn. Gelijk aan 3. Illuminati heeft 3 kanten. Calvin is Illuminati confirmed. Ik vond deze video over het algemeen leuk gemaakt. Dat is niet de reden waarom ik bij de Illuminati zit. De reden waarom ik bij de Illuminati zit is namelijk als volgt. Calvin heeft 1 hoofd. Calvin heeft 2 ogen. 1 plus 2 is gelijk aan 3. 3 is niet 22. 22 is namelijk een liedje van Taylor Swift. Taylor Swift rijmt op Suzuki Swift. Als je Suzuki Swift googelt krijg je 59.600.000 resultaten binnen 0,92 seconden. 56.900.000 0,62 is gelijk aan 4 miljoen. 4 miljoen is niet het juiste antwoord op de rekensom van daarnet. Een ander woord voor onjuist is fout. Fout rijmt stout. Stout rijmt op koud. Koud rijmt niet op ananas. Calvin heeft een foto met een ananas. Op de achtergrond van deze foto staat een plafond. Hetzelfde plafond als op deze foto. Op deze foto staat Kanye West. Kanye West heeft een bruine huidskleur. Weet je wat nog meer bruin is? De kleur bruin. Bruin is achterstevoren nurk. Nurk eindigt op een B. Weet je wat nog meer eindigt op een B? De letter B. In het woord Calvin zit geen letter B. In het woord Illuminati zit ook geen letter B. Geen B, geen B is gelijk aan geen rekensom. Calvin Boerma is ook geen rekensom. Rekensom rijmt op overheerlijk pakje kauwgom. Kauwgom kun je eten in een schuurtje. Schuurtje heeft 9 letters. Weet je wat nog meer 9 letters heeft? Woonkamer. Calvin neemt zijn video's altijd op in een stoel. Stoel rijmt op flibbidibob taboedibaboe. Als je in Google zoekt op flibbidibob taboedibaboe krijg je 0 resultaten. Het cijfer 0 lijkt op een ei. Ei rijmt op de Engelse letter I. Calvin heeft een iPhone. Weet je wat Calvin nog meer heeft? Juist, een grote kop. Obama heeft ook een grote kop. Koffie. Obama heeft 2 handen. Adolf Hitler had ook 2 handen. 2 plus 2 is 4. Er zitten 4 letters in 2/3 van de naam Calvin. Wat is het tegenovergesteld van Calvin? Juist. Calvuit. Calvuit ruimt op fucking lekker fruit. Katy Perry houdt van fruit. Hoe heeft dit allemaal te maken met Calvin en de Illuminati? Fruit plus Calvin plus Obama is Frelma. Frelma lijkt totaal niet op flibbidibob taboedibaboe. Het woord lijk zit in het woord lijkt. Lijk eindigt op een K. De woorden kaas, kauwgom en Calvin beginnen allemaal met een K. K plus K plus K is gelijk aan KKK. Er zitten 3 K's in KKK. Het woord hoek eindigt op een K. Er zitten 3 K's in de woorden hoek, hoek en hoek. Hoek, hoek, hoek is, in andere woorden, 3 hoeken. Dit is 1 foto van Calvin met 4 hoeken. 4 hoeken min 1 is 3 hoeken. Illuminati heeft 3 hoeken. Calvin is Illuminati.